Vandaag in Orlando en Glen. Dat was niet normaal. Ik heb al lang en uit mijn lijf geschreeuwd. Ofwel in Spider-Man, ofwel in rock and roll. Ik heb wel juist zo'n pizza gehad, hè? Ja. Oeh. We gaan eerst eten, hè? Ja. Smakelijk. Smakelijk. Welkom in de Walt Disney Studios in Disneyland Parijs. Een hele vlog vanuit de studio's hier in Parijs. Klaar voor? Volledig. Top. Het wordt wilder als gisteren, hè? Ja. Het is meteen toch een andere vibe dan, is het, dan in het Disneyland Park. En ook al omdat het zonnetje schijnt. Ja. Echt, waar komt die in één keer vandaan? Ja. Daarnet was er nog regen. En nu zonnetje. Ja. We zijn trouwens ook heel benieuwd om dat hier te zien. Want dit park staat dus echt volledig bijna in de stijgers. Door de grootte en de vernieuwingen die er hier gaan komen de komende jaren. Zelfs een inkom staat in de stijger. Inderdaad. Dus, maar ook al wel een paar nieuwe attracties die we nog niet gedaan hebben. Hè? Klopt. Spider-Man. Ik ben zo niet voor de superhelden toestanden. Hè? Nee. Maar attractie moet wel blijkbaar de moeite zijn. Hè? Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Normaal was hier de grote inkom. Ja. Maar die is dus, daarbinnen gebeuren nu hele spectaculaire dingen voor de toekomst. Dus wij moeten nu binnen, langs daar. En misschien ben je wel nieuw hier op ons kanaal. Is het de eerste keer dat je ons ziet en ben je ook een grote Disney-fan? Vergeet u zeker niet te abonneren. Dat je het allemaal niet moet missen hier. Want Glen, die zo meteen in de Hollywood Tower Hotel gaat, dat wilt je niet missen. Want ik hou enorm van deze plek. Maar die attractie... Ja. Papkind. Zeg het eens, jong. Ik wil eerst de toren doen. Oh, nee. Jawel. Dan zit er toch vanaf. Jawel. En wat zeggen we dan? Wat, hè? Moet het nu echt? Ja, zeker, dat moet. We kunnen ook niet gaan, hè? Waarom niet? De wachttijd is 40 minuten voor zij die het willen weten. Dat is 40 minuten afzien, hè, voor mij. Klaar? Helemaal. Et cet ascenseur conduit directement dans la quatrième dimension. Zit je al bang? Oh, we mogen erin. Oh, dat is toch fijn. In een donkere kelder hier. Ja. Mensen zien ons toch niet? Ik heb de mijne. Hoezo? Ik heb geen. Dat is uw. Just come with me. Come. Come on now. No.
Oh, allee. Oh, mijn god. Dat was niet normaal. Ik heb al lang net mijn lijf geschreeuwd. Maar weet je wat het is? Vroeger was dat één rit, allez, moet ik zeggen, één vast traject. Vast traject. En nu is dat echt, je weet niet meer wat je... Het is altijd anders, hè? Ja. Oh. Maar het was wel fijn, hè? Het was fantastisch. Het is nog meer fantastisch dat we het hebben gehad. Dat is like It's a Small World. Amai, ja. Vind ik nog wel een mooie trui. Ja? Jij dus niet. Had je dat aan je deur hangen? Thuis? Ja. Er woont niemand anders dan jij. Dan weet ik hoe laat het is, hè. Get out! Volgens onze weerapp is het 20 graden en de zon schijnt. Dus het is echt warm. Dus ik zit hier gewoon in een t-shirt. Maar het is tijd om te lunchen. Dus ik wil jullie wel eens onze lunch tonen. We hebben gekozen voor te lunchen hier in de Walt Disney Studios in de Avengers Campus. Dus ik heb een penne Napolitana genomen. En als dessert heb ik deze chocoladebal. Uiteraard van de superheroes. En een flesje San Pellegrino. En voor Orlando is het een pizza geworden met kip en kaas. Ik denk parmezaanse kaas. Ik moet het hem eens vragen. Is het pizza met parmezaanse kaas? Ja, met parmezaan en kip. Top. En kijk, ik dacht dat je al vol thee kon tappen. Dat weet ik nog niet. Dus je moet zelf gaan vullen. En dan moet je eerst scannen. En dan komt erop autoriseren. Uw smaak drukken en dan kunt je tappen. Dus ja. Natuurlijk, ik ga Smit nog eens proberen of dat Smit ook gaat. Hè? Ja, dat moeten we eens uittesten. Dat gaan we uittesten, maar dat weet ik niet zeker. Nee. We gaan eerst eten, hè? Ja. Smakelijk. Smakelijk. Ik ben wel eens benieuwd of het lekker gaat zijn. Dat is een vegetarische pasta. Gewoon met tomatensaus. Napolitana. Smaakt wel heel lekker. Met ajuin. Balsamico. Basilicum. Niks bijzonders, maar wel heel lekker van smaak. En nu mag ik niet filmen, zeker. Nu nog wel, maar ik heb niks in mijn mond. Hè? Heel lekker. Yes? Heel smeuig. Heel vol van smaak. Niet flauw. En heel groot eigenlijk ook. Ja, super. En echt krokant. Ja, dus goed. Amai, ik heb echt het goede dessert gekozen. Dat is een chocolade-explosie. Lekker. Oh, kijk. Een chocolademousse, chocoladesaus en chocolade daar rond. Oh. Hoeveel chocolade kunnen hebben, zeg. Duidelijk niks voor Orlando, maar wel voor mij. Ik moet zeggen, de desserts zijn hier ook wel heel lekker. Dat was in de Bella Notte pizzeria ook, hè. Ja. De dessert was zo lekker en dit ook. 10 op 10. De jas terug aan. De jas terug aan. En ondertussen is, ja, het leven loopt gewoon door, hè. Dus ondertussen is een andere vlog online gekomen van ons. En er heeft iemand gereageerd dat de disability kaart, de European disability kaart, niet Nederland daar niet aan meewerkt. Oh, leuk. Dus dat is heel gek. En dat kan. Want elk land is vrij om zich daarin aan te sluiten. Dus al onze tips al voor onze... mensen met beperkingen in het algemeen gelden dan niet voor Nederlanders. Die kunnen dat hier ook niet aanvragen. Ja, dat weet ik dus niet. Dan moet je eens kijken. Want misschien, bent u van Nederland en hebt u een beperking en hebt je een soort bewijs, wel officieel, ik weet niet hoe dat dan in Nederland heet, of hè, dat ze dat je ook wel aanvaarden. Ja, ja, ja. Ik zou het sowieso proberen. Dat denk ik toch ook wel. Ja. Maar toen ik alles ingaf, toen jij alles ingaf op dingen, stond erbij, breng je disability kaart mee. Hè? Ja, ja. Je moet het hier ook laten zien, dat je officieel erkend bent als... Met een beperking. Ja. Dus probeer het zeker te doen en breng je bewijs mee. Als je het hebt van je eigen land. Ja, dat dus, moet je verder uitzoeken. Ja. Moeten we uitpluizen. En wat je ook nog moet uitpluizen... Is dit. Kijken of we 2 keer drinken kunnen gaan tappen. Kom, ja. We gaan dat uittesten. We gaan testen, hè. Ja. Kijk, hè.
sélectionner votre boisson. Kijk, een tappe. Ik moet nu wel geen cola meer. Allez. Het stopt. Echt? Ik kan het nog eens doen. Kijk, hè, kijk. Hè. Toutes les boissons ont été servies. Ah. Kijk, ik weet het. Ja. Kijk, ik weet het. Ik had net heel veel ijs genomen. Ah. En dus dan krijg ik mijn beker niet vol. En hier staat inderdaad 1 keer 50 centiliter Coca-Cola. Oké. Okay. Dus je krijgt echt tot op een kop 50 centiliter. Met uw QR-code. Met uw QR-code. Ja. Dus kijk, en dit had ik nog kunnen tappen. Ja. Want ik zat nog niet aan de 50 centiliter. Aha. Ik ga toch nog wat drinken. Ja, dat is wel een goede regel. En nu terug de actie in Walt Disney Studios. Geen idee welke richting we uitgaan, maar ik heb wel zin in actie. Ah. Wij hebben zin in actie. Huh? Wij hebben zin in actie. Actie? Wij hebben zin in actie. Wat wil je doen? Ofwel in Spider-Man, ofwel in rock'n'roll. Ik heb wel juist zo'n pizza gehad, hè? Ja. Oeh. Ja, het is er alleen maar actie eigenlijk. Daarmee? Hè? Was dat het minste mottig worden, zijn? De rock'n'roll kende al, het is alleen gereteamed. Spider-Man is nieuw. Zo, iets nieuw pakken. Spider-Man? We gaan iets nieuw pakken. Dan gaan we hierin. Ja. Let's go. Zeer benieuwd naar dit, trouwens. Is het hier langs? Hier moeten we zijn. Amai. Dus de laatste keer dat wij hier binnen waren, was dit nog Armageddon. Dus dat is echt een vorig tijdperk. Amai, dat is een vorig tijdperk. Dus dat is nu Spider-Man geworden, iets totaal nieuws voor ons toch? Ik weet wel nog dat ik in Armageddon niet mottig werd. Want dat was maar gewoon staan. Ja, maar dat is niet meer, hè? Dat is denk ik niet meer. Zeer benieuwd. Amai. Dit is de bedoeling. Ik ken dat allemaal niet, die tekenfilmpjes, hè. Wat is dat allemaal? Moeten schieten met webben. Ah ja, je kunt toch web maken? Web? Zo. Ik denk altijd maar, kijk hoe klein die kindjes zijn. Ja. Zo grellig zal het dan wel niet doen. En zenuwen? Nee, ik heb geen zenuwen, maar ik snap er wel niks van. Die kan we moeten brillen pakken. Voor de webvision, hè? Maar ik zal voor u ook een pakken, hè? Gracias. Amai. Schoon monturken, hè? Schoon model. Het verhaal is dat dat mannetje kan zijn eigen opnieuw maken. Die kan alles hermaken. Klonen. Ja. Dat is die spin. Ja. En er zijn er superveel spinnen. Dus die moeten we kapot maken. Denk het. Spider-Man komt helpen. Heb je dat al gezien? Die voertuigen? Ja. Ja, dat zijn grellige duvels. Dat moet je nog kunnen, hè? Je krijgt... Die dingen detecteert uw beweging. Oh ja. Volgens mij, hè, die maakt je allemaal wijs. Die zeggen allemaal dat je moet doen met... Wat is met dat allemaal? Dat is een kanon, zeg. Oh, en dat draait. Oh. Ik ben er gereed voor, Sanne. Heb je een bril al op? Ja, we zijn er weg. Oh, zijn we weg? Oh, we zijn alle weg. Oh. Oh. Dat draait al. Wat moet je al doen? Thank you.
punten. Ik denk dat ik de winnaar ben. 200.000. Wat, 200.000? Ah ja. Rick, 97. Heel goed. Dat is hier iets anders hè, als Sneeuwwitje en Pinocchio. En it's a small world. Moeten we hier langs? Ik weet het niet. We zullen eens kijken. Hè. 15 minuten. En heel goed, ook aan de nieuwste attracties zijn ook altijd single riders. Dat is zo fijn ook, als je niet lang wilt wachten. Amai. Space. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. We'll want to opt out now. No one will judge you. Attends, c'est vrai. On ne fait pas les choses à moitié. Continue, frère. Before boarding, remove backpacks. Amai. Ik ga weer. Ik ga weer. Ai, ai. Adventures. Space Mountain of deze. Space Mountain of deze. Space Mountain is wel nog een stukje intenser, hè? Vind je dat? Ja. Oh. Ik niet. Echt? Echt. Vind jij deze beter? Ik vind deze beter. Ja? Ja. Ja, maar ik vind dat zo spijtig en dat was bij Space Mountain ook. Je ziet zo weinig daarbinnen, hè? Ja. Er zijn zo weinig lichten aan. Ik vond deze ook niet super gethematiseerd binnen. Binnen sowieso niet. Nee, de wachtrij en zo wel. Heel chic de wachtrij. Ja. Maar de rit op zich. Nee, de... of dat je nou vroeger Aerosmith, of zelfs Aerosmith was beter, vond ik. Want dat had heel veel discolichten. Ja. Hè? En nu alleen sterretjes. En nu alleen sterretjes, ja. Ja. Maar ja, op zich, de rit was fijn. En uw pizza zit nog waar het moet zitten? Die zit nog, ja, eigenlijk wel. Okay. Dus ik ben content. Top. Ja. Veel muren. Maar dat is alleen maar leuk voor de toekomst. Crush Coaster ligt er even uit. Ja. Technische pannen. En dat ook? Of is dat permanent gesloten? Dat is dat was sowieso dicht. Zo leuk, hè? Ja. Speelgoed. Hier zijn de groen mannetjes. Ah ja. Zijn die van de Leroy? Van de Leroy? Dat ze dan daar maar blijven, in de Leroy. Dat zijn toch ook groen mannetjes. Oh ja, dat is juist. Ik wil in de parachute. Dat is goed, dan gaan we dat doen. Gaan we dat doen? Dat is zeker. Dat is heel lang geleden. Hier. Hier. De Toy Soldiers parachute drop. Dat is fijn, hè? Dat is denk ik, misschien 10 jaar geleden dat we daarin zijn geweest. Dat kan. Dat kan zeker zijn. Omhoog en omlaag, hè? Dat is eigenlijk de babyversie van de toren. Ja. Van de Hollywood Tower. Maar de toren is niet fijn, maar dit wel. Dit is ook heel fijn. Hier zitten we wel in de parachute. In het zonnetje, hè? Oh. Zou ik eigenlijk een dut kunnen doen? Een dut? Je gaat nog op de parachute erop doen. Ja. Toch maar ja. Een beetje zenuwen, want ik weet van de laatste keer dat dat hoger is dan ik dacht. Ja.
Dat lijkt voor kindjes altijd maar, hè, maar dat is niet. Mm-hmm. Yes. Allee, go, go, go. Go. Goed vasthouden, hè. Oh! 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 Dat is echt superleuk. Dat is fijn, hè? Niet denken dat het voor kindjes is. Het is echt ook leuk voor volwassenen. Oh, ja, ja. Ook voor kindjes. Ja. Voor iedereen. Voor iedereen. Jong en oud. Ja, vieux et jeune. Si. Ja. Oui. Slinky dog. En de rups. En de rups gaan we niet in. Nee, de rups gaan we niet in. Dat draait te hard. Ja. Gaan we hier in? Ja, eigenlijk moet je dat wel doen, hè. Vindt je op zich ook wel plezant. Allee. Zit je goed vast? Top. Dat is toch iets aardig. Wat? Hè? Dat duurt niet lang, maar dat moet ook niet langer duren, ook niet. Nee. Weet je waar dat komt? Ik heb een probleem met achteruit rijden en afgeschoten te worden. Ja. Dan word ik mottig. Ja. Of ja, mottig. Oh, aardig. Gaat het? Ja, ja, ja. Moet je voorlakken? Nee. Het lukt. Want dit duurt ook echt niet lang, hè, gelukkig. Nee. Dus maar ik merk dat dat moeite is. Ja. Vooruit afschieten en overkop en dan zo achteruit, dat is een heel andere beleving. Dat klopt, dat klopt. En ook soms raar, want in sommige attracties mocht je gewoon filmen en in deze dan weer niet. Niet echt een regel. Ik denk dat het een beetje afhangt van castmembers. Ja. Maar goed, het was plezant. Ja, ja, ja. School. Ja, we zijn er al aan begonnen. Zeker. De scholken. Scholkes. Wat vind je van het Studios Park? Mooier. Het is al mooier geworden. Maar ja, er staat nog heel veel in de steiger. Ja. Maar ik vind wel... Wat er nieuw en gerenoveerd is, hebben ze goed gedaan. Inderdaad. Het is... Een tok. Ja. Ja. Alle uitbreiding is al mooi. En ik vind het ook gezelliger geworden. Ze hebben ook meer hoekjes gemaakt, dat je zoals dit. Ja. Dat je zo fijn even kunt terrasje doen. Of, ja, gezelliger. Ja, absoluut. Er is zeker nog veel werk, maar hierachter, want we zagen het een beetje vanuit de parachute, is echt een gigantisch nieuw gebied. Dat is echt groot. Heel groot, immens. Ja. Dat is echt wel... Ja, dat belooft wel voor de toekomst. Ja. Het blijft voor mij wel... Het is geen Disneylandpark. Allee, het is van Disney, maar het is niet gelijk het Disneypark. Nee. Maar in de toekomst, er komt nog Lion King hier. Ja. Er komt Arendelle van Frozen. Er komt Rapunzel. Dus er komen meer en meer wel prinsessen-dinges. Allee. De klassiekers brengen ze ook naar hier. Dus. Dat is wel goed. Dat is, ik ben echt benieuwd wat ze ervan gaan maken. Het doet me wel deugd om te zien dat het zo evolueert. Ja, ja. En weet je wat ik... We hebben nog niet laten zien, dat zullen we misschien een beetje... Maar ik was net voorbijgekomen naast een kraam. En dat stond op België. Belgique. Oh. En dan hadden ze wafels en frieten met curryworst. Huh? Dat had ik al gezien. Meent je dat? Speed laten kijken. Dat was bij Ratatouille. Moeten we nog heen, hè. Maar... En een heel veel kraampjes met een ander land. En daar konden niet zitten. Dus daarmee hebben we dat niet gedaan. Ah ja. Trouwens, mocht je het graag nog willen weten, dit zijn de prijzen van de drankjes hier in Disneyland. Voor een frisdrank zit je rond 4 euro. Fruitsap 3,8 en water en bruiswater 3,3. En warme drankjes hier beneden. Ik kreeg net hier de vraag van een van jullie, dus bij deze meteen het antwoord. Er had net iemand gereageerd op Instagram. Ja. En die zei dat die ook hebben geboekt eind november naar Disneyland. Och. En dat het sinds 2018 was geleden dat ze hier waren geweest. Oh. Dat was net zoals bij ons. Ja, dan gaan die veel veranderingen zien. Ja, ik hoop dat jullie veel hebben gehad aan de tips en onze ervaring hier. Ja. Hier nu ook weer in de studio's. Ja. En ik had ook een reactie gezien dat die het toch wel fijn vond dat de
of dat, we, dat hij het belangrijk vond dat we toch prijzen en zo vermelden van de drankjes en het eten. Dus dat vind ik, ja natuurlijk, dat is helemaal in mijn straatje. Hè. Ja. Dus dat vind ik wel fijn. Dus ik blijf de prijzen vermelden. Zeker doen, zeker doen. Wow, gaan we die frituur nog eens zoeken? Ja. Dat wil ik nog wel eens laten zien. Dat is goed. Maar hoe leuk, inderdaad. Dat is echt een food market. Dus hier is regio Bretagne. Dat is hier aan de attractie van Ratatouille. De rattractie, zeg ik. De ratattractie. Oh, en hier allemaal kraampjes achter de fontein. Heel gezellig hier, hè? Amai, dat is echt tof gedaan. Met wijnen. En raclette. Raclette. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan het Food and Wine Festival in Epcot, in Walt Disney World. Ja. Dat zijn ook allemaal zo van die kraampjes. Hier ook bieren. En zo dingen vind ik ook zo kerstmarktgevoel. Ja, inderdaad. Echt en zo om te proeven en te ja. ervaren. Hier is Belgisch, hè? Ja, hier is België. Een Jupiler. Wafels. Kijk, en friet met curryworst, hè? Zeker. Allee, het brengt ons weer op het einde hè, van een vlog. Ja, dat doet de deur dicht, dat weten hè. Dit is het einde. Dat doet de deur dicht. Oh, er zijn komt... geen woorden meer. Die blijft zingen. Oh. Ja. Er komt nog veel meer aan, dus stay tuned, mannetjes. Ja, tot de volgende. Volgende keer in Orlando en Glen. Ik heb een probleem. Wat nou weer? Honger. Oh. Dus ik wil iets lekkers gaan zoeken. Wacht, ik moet nog een foto voor op Instagram. Oké, doe maar. Dat zal mooi zijn. Moet het dan niet op? Op de foto? Ja. Ah ja, dat is goed. Allee.